Hoi, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik jullie laten zien wat er in de World of Love, nee, Words of Love boekenbox van Maart zit. Ik had op Instagram gevraagd, gezegd van, ik heb wel zin om weer een boekenbox te kopen. Welke Nederlandse boekenboxen zijn er? En de ene helft zei So Many Pages en de andere helft zei dus Words of Love. En die heb ik dus besteld en die kwam. Ik had wel de omschrijving gelezen, maar helemaal niet bedacht welk boek het zou zijn. Dus ik was een beetje verrast. Zo ziet het eruit als je het openmaakt. Ik heb het al bekeken, maar voor jullie heb ik het weer ingepakt. Er staat een themakaart voor volgende maand. Dus in april is het thema I Think I Wanna Marry You. En er zit een bedankkaartje in. Bedankt voor het vertrouwen in mijn small business. Ik hoop dat je geniet van de boekenbox. Vergeet me niet te taggen. Nou. Die in ieder geval. Ik zal sowieso in de beschrijving even de link naar de website zetten. Dan kan je het zelf ook bestellen. Als je dat wil. Nou, toen had ik die eruit gehaald. En toen zag ik dit. En ik zal gewoon even laten zien wat er allemaal in zit. Dat is natuurlijk het idee van de unboxing. Als eerste een sleutelhanger van een cowboylaars. Ik weet niet of ik die ergens aan ga hangen. Want het lijkt me erg snel stuk gaan. Dus misschien gewoon in de boekenkast leggen bij het boek. Ook een sticker van een cowboylaars. Hij was helaas een beetje gebogen, maar als hij eenmaal geplakt is, dan zie je dat niet meer. Toen zaten er ook fineliners in, met allerlei kleurtjes. En toen dacht ik, hoezo? Maar er zit een kleurboek in. En hoe ga ik dit laten zien? Misschien zo. Er staan dus allemaal kleurplaten in. Ze zijn niet helemaal goed afgesneden allemaal. Maar leuk. Er zijn boekenkasten in. Er zijn die bij het thema horen. Dus die cowboylaars weer. Just One More Chapter. Nou. Ik weet niet of jullie deze afkorting kennen, maar... hier nog eentje. Death by my TV or... leuk. Dit heb ik eigenlijk nog nooit in een box gezien. Dus dat vind ik erg verfrissend. En heel erg leuk om te vinden. Dan zitten er... Oh, nog een sticker. I love cowgirls. Die zit erin. Dan hebben we twee boekenleggers. Deze. Kun je, volgens mij, het idee is dat je dan opschrijft welke boeken je hebt gelezen, in welke maand en wat je doel was. En op de achterkant staan boeken. En het andere boekenlegger past bij het boek. Where the Hat Ride the Cowboy. En de achterkant zijn dezelfde tekeningen, maar zonder tekst. Nou, en dan het boek. Ik heb het nog niet uitgepakt. Maar er doorheen kon ik al zien wat het was. En toen dacht ik, oeps, dit boek heb ik al in het Engels gekocht. Maar goed, dat maakt niet uit. Nu kan ik het misschien ook in het Nederlands lezen. Ik twijfel nu wat ga ik doen. Ligt er natuurlijk ook een beetje aan of de uitgever ook de andere vier delen gaat vertalen. Weet jullie al welk boek? In de box zat Feilloos van Elsie Silver. Deze ken je misschien als Flawless. Dit is de Nederlandse editie gemaakt door April Books. En Feilloos is het eerste deel in de Chestnut Springs serie van Elsie Silver over de Canadese cowboys die er net zo ruw uitzien als hun hart klein is. Elsie Silver is een Canadese auteur die gek is op schrijven van een goed
van een goede boekboyfriend en zijn brutale wederhelft. Lange blikken, gestolen moment en stiekeme grapjes zijn haar specialiteit. Hij lijkt best wel dik. Al valt wel mee, 330 bladzijden. Dus het is een beetje dik papier. De binnenkant, de schutbladen, maar ja, schutblad is roze. Ook aan de achterkant. Vrij grote tekst, dat is wel fijn. dit vind ik wel grappig. Zeg maar aan het begin heb je vaak een soort boodschap. Eerlijk gezegd heb ik dit boek voor mezelf geschreven. Voor het meisje dat nooit helemaal wist wat ze wilde doen met haar leven. En voor de vrouw die het voor elkaar heeft gebokst. Dus ja. Ik zal even voorlezen waar het boek over gaat. Red Eaton is professioneel stierenrijder. Als hij door een onnadenkende uitspraak in de problemen komt met een sponsor, moet zijn agent alles op alles zetten om de boel weer glad te strijken. En om te voorkomen dat deze rebelse rodeo-koning nog eens de fout ingaat, krijgt Red de laatste maanden van zijn tour een oppas. De oppas in kwestie is Summer Hamilton, de dochter van Red's agent. Summer werkt voor haar vaders bedrijf en is vooral toebereid om zichzelf te bewijzen. Ze weet alleen niet hoe ver Red met haar wil gaan. Vooral als ze rondloopt in haar strakke jeans met een sexy glimlach en een brutaal weerwoord. Maar wat zich daaronder verschuilt is nog veel gevaarlijker. Nou, ik ben heel erg benieuwd hoe deze serie is. Hier staat hier nog eens ondertitel. Nou ja, ondertitel, hij staat erboven. Zij vindt dat het niks voorstelt, ik vind dat het alles voorstelt. Aangezien het een romanceboek is, ga ik ervan uit dat deze twee hoofdpersonages verliefd worden en samenkomen. En ik heb al in andere YouTube-video's gezien dat Summer heeft een zus en volgens mij is zij Winter. En die zit in een ander boek in deze serie. Maar ik heb dus in het Engels deel 1 en 2 gekocht. Dus nu twijfel ik of ik het in het Nederlands ga lezen of in het Engels ga lezen en dan deze verkoop. Of wat zouden jullie doen? In het Engels is het hele serie al uit. Het zijn 5 delen. Ik denk dat het wel makkelijk genoeg is om gewoon in het Engels te lezen. Maar ja, in het Nederlands leest het altijd wel iets makkelijker. Maar hoe snel gaat April Books te vertalen? Als er elk jaar eentje komt, dan zijn we 5 jaar verder. Ik zou heel graag advies willen. Dus help mij, wat moet ik doen? Moet ik lezen de Nederlandse versie? Of misschien deel 1 in het Nederlands en deel 2 in het Engels? Help me. Ik vond in ieder geval een hele leuke box. Niet alle goodies kan ik echt wat mee, maar het kleurboek en de fineliners, super top. De stickers gaan gewoon op mijn stickerstapel. De sleutelhanger leg ik gewoon bij het boek in de kast. En ja, ik vond het zeker een goed gevulde box. Ik heb wel eens minder gezien. Je kan zijn website Words of Love, de boekenbox bestellen. En op Instagram heet ze Words of Love / 13 volgens mij. Dus ja, neem daar zeker even een kijkje. In de volgende box zit dus een boek waar geen spice in zit. Stond er al bij. Het is van een hele bekende auteur. En het heeft dus te maken met een bruiloft. En ja, mijn brein weet gewoon eventjes niet wat het is. Maar misschien weet jij het wel. En je kan de beschrijving ook zien op de website voor de aprilbox. Dus ja, die ga ik niet bestellen, maar misschien later in de toekomst nog wel. Er zijn ook een aantal Instagrammers die een kortingscode hebben. Volgens mij onder andere Demi van Meer Boeken. En bij Heavenly Books en Marike... Ja, is het Marike Lees of Marike Reads? Marike Books. Ik zoek het even uit en zet ik het onder in beeld. Die drie sowieso. Maar volgens mij waren er nog meer Bookstagrammers met een kortingscode. En dan kun je 10% korting krijgen. Ik heb ook een van die kortingscodes gebruikt. Dus gewoon doen. Je kan deze box ook voor een paar maanden bestellen. Of gewoon een losse box. Nou, dat was mijn promotiepraatje voor iets waar ik niks voor krijg. Ik was gewoon enthousiast over een nieuwe Nederlandse boekenbox. Er zitten dus wel eigenlijk altijd romanceboeken in. Dus daar moet je wel van houden. En ja, nou... Dit was deze unboxing. Het was alweer een tijd geleden dat ik een unboxing heb gedaan. Ik bedenk me ook nu dat ik vergeten ben een foto te maken van toen hij nog ingepakt was. Maar ik ga het gewoon weer netjes erin doen en een foto maken. Bedankt voor het kijken naar deze video. En ik hoop je snel te zien bij een nieuwe video. Oh, en laat alsjeblieft een advies achter wat ik moet doen.
Moet ik het Engelse boek lezen of het Nederlandse boek lezen? Bedankt en tot snel. Doei!